ben Hans Buitenweg, lijsttrekker van GroenLinks. En ik zit al een aantal jaar in de raad. En ik hoop dat de kiezer weer op GroenLinks gaat stemmen, zodat we weer terug kunnen komen, het liefst met 2 zetels. GroenLinks is door de jaren heen al vertegenwoordigd in de raad van Almelo. En daar willen we natuurlijk graag weer. We willen graag weer terugkomen. GroenLinks is een partij die is voor eerlijk delen, voor duurzaamheid, voor milieu. En als je het hebt over energietransitie en duurzaamheid, dan willen we graag dat de gemeente zelf ook mee gaat doen in het opwekken van energie. Dat vinden we heel belangrijk. En we willen ook graag dat de biodiversiteit gestimuleerd wordt. Dus een ecologisch groenbeheer in de stad. Dus we gaan niet alles meer gif bestrijden. En we zorgen ervoor dat er meer bomen in de stad komen. Dus we willen gewoon meer groen. GroenLinks is een warm voorstander van een basisinkomen, vooral met mensen met een sociale uitkering, zodat zij een zekerheid hebben van een inkomen en daarnaast, als ze dat willen, ook vrijwilligerswerk kunnen doen of een studie, maar ze zijn altijd zeker van hun basis. GroenLinks vindt welzijn en zorg erg belangrijk. We willen graag dat gebouwen in de stad, vooral de gemeentelijke gebouwen, maar ook gebouwen van particulieren, van winkeliers, andere instellingen, goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast willen we graag dat in alle wijken een ontmoetingsgebouw is voor elke wijkbewoner, maar ook met name voor ouderen. Dus in elk stadsdeel, elke wijk, een wijkcentrum. En dat wordt ook voldoende gesubsidieerd. Bouwen en wonen is een heel belangrijk punt. Mensen willen graag een betaalbaar huis. Dus er moet gebouwd worden voor alle groepen in de stad. En er wordt ook gebouwd voor senioren, liefst ook in de binnenstad. Appartementen, zodat mensen in de binnenstad gebruik kunnen maken van de voorzieningen die daar zijn. Wat GroenLinks een doorn in het oog zijn de plannen van het college om het Noordhornkanaal door te trekken naar de Schelvorst. Dat het bevaarbaar wordt voor recreatievaart. Dat is een mooi plan, maar dat vinden we gewoon op dit moment niet haalbaar. Dat is gewoon te duur. Er zijn andere zaken in de stad die we moeten gaan financieren. Dit mag van GroenLinks wel, maar dan op termijn als het wat beter gaat. Onderwijs, cultuur, sport vinden GroenLinks erg belangrijk. En moet toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen. De bibliotheek is zo'n voorziening waar iedereen terecht kan. En we zijn ook warm pleitbezorger van het steunen van de bibliotheek. En daar mag wat ons betreft ook wat meer geld naartoe, zodat ze hun rol kunnen vervullen. En dan heb je het ook over digitalisering. Mensen hebben soms hulp nodig bij het gebruik van de computer. Je zag het bij de corona-ID-bewijs, daar hadden mensen hulp bij nodig. Daar speelt de BIEB een belangrijke rol in. En met elkaar samenleven in de stad is best wel een belangrijk punt. Er zijn heel veel verschillende groepen in de stad. Iedereen heeft zo zijn mening over bepaalde zaken. Maar we moeten wel uitgaan van democratische uitgangspunten. Dat vinden we echt belangrijk. En helaas zijn er ook partijen die er wat anders over denken, die ook mee gaan doen aan de verkiezingen, die toch hier en daar de democratie gaat ondermijnen. En GroenLinks wil dat iedereen in de stad mee kan doen. Geen racisme, geen discriminatie. We zorgen voor dat iedereen in de stad gelijke kansen heeft. Onze oproep is dan ook stem op GroenLinks. U kunt ons vinden op internet, groenlinks@almelo.nl. U kunt ons vinden op Instagram, Facebook en Twitter. Dus we zijn overal te vinden. U kunt ons verkiezingsprogramma nalezen. Vooral op internet staat het heel duidelijk benoemd. Dus zou zeggen, stem op GroenLinks voor een goede partij in de gemeenteraad. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, dat lijkt me heel goed, want de winkeliers hebben het best wel moeilijk in de stad. Zeker nu met alles wat we gaat met corona. En voor de mensen is het ook gewoon, fun shoppen is ook een belangrijk iets. Mensen vinden het gewoon leuk naar de stad te gaan, dan naar de horeca te gaan. Dus de gemeente moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het centrum. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? GroenLinks is valikant tegenstander van het XL-park aan de overkant van het kanaal. We waren trouwens ook al tegen het XL-park wat er nu ligt aan deze kant van het kanaal. We waren ook een van de eerste partijen die hebben geageerd tegen de wethouder van de VVD van
doe dat nu niet. Daar hebben we de raad herhaaldelijk op aangedrongen van stop met dit plan. Het is natuurlijk belachelijk om daar dozen neer te zetten, grote gebouwen, waar bijna niemand werkt. En dat gaat ten koste van landbouwgrond, natuur enzovoort. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Ja, zonneparken is natuurlijk een hot item. Het is nodig om de klimaatdoelstelling te halen. En zon op dak heeft onze voorkeur, zeker op bedrijven. We hadden net over de dozen van Excelpark. Maar je ontkomt niet aan zonneparken. Maar die moet je wel inplannen op gebieden waar niemand daar echt last van heeft. En windmolens, ik denk dat Almelo toch wel een gebied kan aanwijzen waar één of twee grote windmolens kunnen komen. En dan denk ik aan de richting van Frieseveen, die kant op. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Ja, ik denk dat de gemeente zich hard moet maken voor woningen, vooral voor jongeren, betaalbaar, voor starters. Er is ook wel subsidie voor vastgesteld in de raad, maar dat mag wel meer. En we moeten ook zorgen voor goede spreiding van woningen in de stad. En sociale woningbouw blijft belangrijk, ook al zegt dit college, wat het huidige college, van sociale woningbouw is te veel in Almelo. Nou, dat lijkt ons niet, want heel veel jongeren zijn er wel afhankelijk van. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Ja, GroenLinks zal GroenLinks niet zijn om te zorgen voor meer middelen, financiële middelen, voor cultuur en ook voor welzijn. In ons verkiezingsprogramma staat ook 20% extra voor cultuur. Dat is flink op bezuinigd, vooral de bibliotheek. We willen ook graag meer geld voor A-Visie en Radio Almelo uiteraard. Maar ook Hof 88. En als Theaterhotel het moeilijk krijgt, dan moeten we die gaan helpen.